Voor niets gaat de zon op, maar dat is natuurlijk niet echt zo. De zon, dat is het middelpunt. En de rest, het zonnestelsel, draait eromheen. Daar gaat het dit keer over. Het zonnestelsel. Dit is de zon zoals je hem het liefst ziet. Lekker hoog aan de hemel en jij beneden heerlijk koesterend in de warmte van de zon. Maar de zon is ook dit. Een gloeiend hete gasbal waar het niet echt gezond toeven is. Dus je kunt beter maar op afstand blijven. Is dit een bijzonder iets? Nou, als je 's nachts naar een heldere hemel kijkt, dan zie je daar talloze sterren. En iedere ster is een familielid van de zon. De zon is slechts één van de vele miljarden en nog eens keer miljarden sterren die in ons universum zijn. Kijk. Het is natuurlijk wel iets bijzonders, want het is wel ons zonnestelsel. En rond de zon draaien de diverse planeten, waarbij het dichtst bij Mercurius is, daarna Venus en daarna onze eigen aarde. Dan heb je ook nog Mars en die vier, dat zijn de vier binnenplaneten, en dat zijn wat kleinere planeten. En daarna komen de reuzenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En die bestaan ook uit gas. Het is niet een massieve bal, het zijn allemaal gasplaneten. En alles draait dus om de ster, om onze zon. En die produceert licht. Iedere planeet die kan geen licht produceren. Het enige wat die doet, is het licht van een zon weerkaatsen. Dit stelsel waarbij alles om de zon heen draait, dat wordt het heliocentrisch wereldbeeld genoemd. Heliocentrisch betekent dat de zon in het middelpunt staat en dat daar alles omheen draait. Je kunt alle gegevens hiervan ook in binnen zien. Een ander soort beeld is het beeld waarvan men vroeger ging, namelijk dat de aarde stil stond. En alles draait dan om de aarde heen. En dat wordt het geocentrische wereldbeeld genoemd, waarbij dus dan de aarde in het middelpunt staat. En dan zie je dus inderdaad dat de zon een mooi rondje om de aarde heen draait. Het geocentrisch wereldbeeld is op zich een heel logisch iets, want je ziet gewoon dat de zon om de aarde heen draait. Het is dan ook niet raar dus dat men in de oudheid ook het geocentrisch wereldbeeld als waar aannam. Het duurde heel lang voordat men in de gaten had dat niet de aarde, maar de zon in het midden stond. En het was tenslotte Newton die kon verklaren hoe het kwam dat alle planeten en de maan die erbij horen allemaal de beweging maken zoals ze maken, namelijk rond de zon. En dat is namelijk de verklaring van de zwaartekracht. Behalve om de zon draait de aarde ook om zijn as. En hierdoor krijg je dat je een dag- en nachtritme op de aarde krijgt. Iedere keer is slechts de helft richting zon. Maar de aarde draait ook nog een keer een beetje scheef. En dan zie je dus hier dat de Noordpool nooit in de schaduw komt te liggen. Het is dan daar zomer. Ja, en als je dus de aarde, hij draait verder rond de zon. En dan zie je dus nu dat de Noordpool helemaal in het donker ligt. En in dit punt hier, ja, de Noordpool nooit een dag ligt. En dit is de winter. Ja, de seizoenen. Die zijn verklaarbaar omdat de aarde een beetje scheef draait. En daardoor krijg je dus dat in de zomer de Noordpool altijd licht heeft. En dat in de zomer het licht in Nederland veel rechter op ons komt vallen dan in de winter. In de winter gaat het zonlicht bij ons onder een veel grotere hoek op ons schijnen. En betekent dus dat het veel schever invalt. Dus veel minder kracht, oftewel kouder. En in de winter, de Noordpool heeft nooit een graintje licht meer. Dus zomer, herfst, winter en de lente zijn te verklaren omdat de aarde om haar as rijdt onder een kleine hoek. Behalve de aarde die om de zon draait en de aarde die om haar eigen as draait, is er ook nog de maan. De maan die de rondjes om de aarde heen maakt.
En hier hebben we eventjes een stilstandbeeld. Ja, de aarde die staat in het middelpunt, althans wel wat de maan betreft. En de zon die schijnt dus van deze kant hier op de maan. En dan zie je dus wat er gebeurt. De maan, de achterkant is hel verlicht, maar deze kant die is donker. En deze kant is wat we vanaf de aarde zien. We zien dus een donkere maan. Dat is hier eventjes te zien. Ja, de maan is één donkere schijf. En we noemen dit nieuwe maan. Nieuwe maan betekent dat de maan compleet verduisterd is. Althans, verduisterd. Dat is een verkeerd woord eigenlijk. Hè? Want hij is niet verduisterd. Het is alleen de verkeerde kant die licht geeft. Oké, we laten de maan een klein beetje draaien. Ja, en kijk, daar gaat hij. En dan zie je dus dat vanaf de aarde zie je dat je de helft van de maan kunt zien. En dat noemen we het eerste kwartier. Draait hij rond en aan deze kant van de aarde kun je de hele maan verlicht zien. En dat noemen we de volle maan. En hij draait weer verder. En als je daar weer de helft ziet van de maan, dat noemen we de laatste kwartier. Ja, en tenslotte draait hij weer terug en is er weer veel minder van de maan te zien, totdat hij weer nieuwe maan wordt. We krijgen dus, doordat de maan om de aarde draait en omdat we altijd maar een deel kunnen zien van de verlichte maan, krijg je dus de verschillende schijngestalten van de maan te zien. Ja, dus de volle maan, dan zie je hem helemaal. Nieuwe maan, dan is hij volledig onzichtbaar. Eerste en laatste kwartier, dan zie je de helft van de maan verlicht. Een maansverduistering ontstaat omdat de zon niet rechtstreeks op de maan kan schijnen. Dus de maan krijgt geen licht en kan dus niet reflecteren. Je zou zeggen van hé, als de maan per maand een rondje om de aarde heen doet, dan zal je dus één keer per maand een maansverduistering moeten hebben. Dat is niet zo, want de maan die gaat niet in een mooi vlak zo rond de aarde, maar die heeft heel vaak een beetje gekanteld vlak. En dat betekent dus dat hij op deze manier rond de aarde heen gaat en dat hij dus een beetje boven de aarde uitkomt. En dan kan de zon dus over de aarde heen de maan beschijnen. Ja, een ander plaatje hiervoor, misschien dat dat iets verduidelijkt, is deze. Kijk, de aarde in het midden en de schijnbare baan van de zon. Hè, het lijkt alsof de zon om de aarde heen gaat. En de schijnbare baan van de maan. En je ziet dus dat het niet hetzelfde vlak is. Betekent dus dat de zon heel vaak wel de maan kan bereiken. Ook al is de maan aan de andere kant. Want dan kan die onder of boven de aarde heen de maan beschijnen. Het is twee keer in het jaar dat er een maansverduistering kan optreden, dus afhankelijk van de plek op de aarde waar je bent. Een zonsverduistering is dit: een zeldzaam geval dat de zon niet rechtstreeks op de aarde kan schijnen, omdat de maan ertussen zit. Wel, het is maar een heel kleine maan vergeleken met aarde en betekent dus dat ook de schaduwkegel veel kleiner is. De maan moet weer precies tussen zon en aarde instaan. Nou, we hebben zo net al gezien dat de maan vaak boven of onder is, dus dan zal de schaduwkegel de aarde niet raken. En het is ook afhankelijk van weer waar je bent op aarde, want als je op de evenaar zit, zit je dichter bij de maan dan dat je bijvoorbeeld hier in Nederland zit. Dan zit je verder af van de maan en daarom is de zonsverduistering ook veel en veel zeldzamer bij ons dan in het gebied van Evenaar. Maar ook in het gebied van Evenaar zal het niet vaak voorkomen. Manen zijn er voldoende in ons zonnestelsel. Wij hebben er maar één, maar andere planeten hebben veel meer. Hier zie je Mars met twee van zijn manen. Jupiter, één maan hier te zien, maar die heeft er vele, vele manen om zich heen zitten. En wat denk je van Saturnus? Hier drie manen te zien, maar heeft ook een hele ring van brokstukken om zich heen slingeren. Allemaal kleine stukjes steen. En in feite is een maan natuurlijk ook een iets groter stuk steen.
behalve planeten die om de zon draaien, hebben we ook nog kometen die om de zon draaien. Een planeet die heeft een redelijk cirkelvormige baan, maar een komeet die heeft een langgerekte ellipsvormige baan. En de zon die zit in een van de uiteinden van de ellips. En dat betekent dus dat een komeet maar heel even bij de zon is en daarna een lange baan de ruimte in gaat. Ja, en pas na een lange tijd weer naar de zon terugkeert. Sommige banen van een komeet die zijn zo groot, dan duurt het honderden jaren voordat ze weer een keer bij de zon terugkomen. Een bekende planeet is de planeet van Halley. En die zullen we eventjes een beetje bekijken hoe zo'n komeet zich gedraagt. Kijk, dit is de baan van een komeet. Ja, hier is een komeet. Die gaat dus zo in de ellips om de zon heen. En een komeet die zie je normaal met zo'n mooie staart achter zich aan. Maar die staart die is normaal afwezig. Als een komeet hier is, dan zul je hem totaal nog niet kunnen zien. Het is maar één klein brokje steen. Pas als je in de buurt van de zon is, als je in de buurt van de zon, dan zal hij door zonneswind, zal hij dus materiaal verliezen. En dat is de staart. De staart is dus gewoon materiaal van de komeet die weggeblazen wordt door de zon. De staart is dan ook altijd van de zon afgericht. Ja, als je dus in de buurt van de zon bent, kijk hier, in de buurt van de zon is de staart van de komeet veel en veel langer. Ook hier weer dus is hij van de zon afgericht. En ja, ging dus zo om de zon heen. En dan zit dus deze kant op. En dus de staart is die kant op. Dus je zou zeggen van, goh, hij gaat die kant op. Nee, de komeet gaat gewoon die kant op. Alleen de zonnewind, die blaast materiaal van de komeet weg. Vandaar dus dat de staart van de komeet is. Een vallende ster. Een lichtschijnsel die je 's nachts kunt zien. Het is natuurlijk niet een echte ster die valt. Het is slechts een stukje puin wat verbrandt als hij de dampkring binnendringt. Een vallende ster wordt ook wel een meteoor genoemd. Een meteoor of vallende ster die raakt de aarde zelfs niet. Als een stuk puin de dampkring ingaat en hij overleeft het en hij raakt de aarde wel, dan ontstaat er een krater en we noemen dan geen meteoor meer, maar dan noemen we het een meteoriet. En dat kan een behoorlijke inslag geven zoals je hier ziet. Er zijn ook theorieën dat omdat een meteoriet op de aarde heeft ingeslagen, dat vroeger de dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar dat is maar een beetje een theorie natuurlijk. Zo, voor niets gaat de zon op en voor niets gaat de zon weer neer. Tot de volgende keer.